Boris, drukje. Gaat hier helemaal vanuit de buitenzijde van het parcours. Zoveel mogelijk snelheid kunnen maken. Daar is het, daar is het. Is er ook al overgereden, nog twee bochten naar links. En dan kunnen we spreken van het ingaan van de allerlaatste ronde onder aanvoering van de wereldkampioen. Ja, ja, inderdaad. Sven Huis. Dus tijd is gedubbeld. Goed gedaan. Wat hebben we uit de koers gepakt? Als Tom Mees er gaat aan beginnen, inderdaad, dan is het geval. Dobbelt zijn te veel, de koers. Huh? Al nu dobbelt zijn. Laatste ronde voor de wereldkampioen Sven Heys en Tom Beuze. We gaan onze chrono meten. Sven Heys is al pink naar de overwinning. Onze chrono loopt in. Ook op het scherm van 4 gaan we weer kijken. En dat zijn 5 seconden voor achterstand voor Tom Beuze. Dan kijken we waar Niels Albert. Die komt er nu aan en die volgt op. Even kijken, dan wordt hij de laatste ronde op, ja, kleine 20 seconden hoor, Niels Albert op 20 seconden. Sven Heys ontketend nu, Sven Heys ontketend daar beneden. Dus daar hoort u aan de duizenden toeschouwers hier in het park aan het voetbalterrein. Ook die aanmoedigingen voor alle ten oren van het bucketbeeldje. Met opkomst Sven Heys op dit moment. Tom heeft in tweede positie nog een goede 20 seconden. Volgt dan Niels Albert de Leijden in het Amstelrooien. Super prestigeklasse. Ja, in deze laatste ronde heeft Niels op het volgen voor de magnifieke prestatie van de wereldkampioen. Dat is vast wel een van Holland, want hij heeft een jaar na een leiderspositie te verdienen.
verdedigen. Het klassement dat daar in deze wedstrijd mede wordt betwist. Daar zien we dan het beeldje van Niels Koppeling. Maar die Haarsman bovenaan in dat heuveltje moet genomen worden. En daar zie je dat de krachten hem nu wel ontbreken om daar op de fiets te blijven. Moest daar van de fiets om die laatste hindernis te nemen. Zijn Nijs wil toch zich vergewissen van de achterstand van Tom Eerst. Ik weet nog nooit waartoe de kleine Tom toe in staat is in de wedstrijd zoals vandaag, waar hij bijzonder goed op dreef is. Terwijl de doortocht in de zandbak voor Sven Nijs een vies op bekeken is. Hij zoekt dezelfde stroken op waar de groeven al zijn doorgedronken. Daardoor kan hij dezelfde snelheid ontwikkelen dan op het gewone grasgedeelte. Nu even wippen op de bandjes. Dat gebeurt zonder één enkele hapering deze keer. Terwijl dat Tom Eerste nu door de zandbak heeft. Wat meer met het voorwiel in de weer is om Jan Eerste, die ook zich ook omdraait om zich te vergewissen van de aanwezigheid nog maar niet van Niels Koppeling. Die ziet hij nog maar niet komen. Hij heeft nog jumpen op de balkjes. En ja hoor, dat gebeurt in de beste omstandigheden. De laatste hectometers zijn bezig. Ja, we zitten in de lussenaar met Sven Heijzen, die daar de spoorweg vergaan voorbij is terug. En nu naar dat laatste gedeelte. En ik zal zeggen, als hij straks hier binnenkomt, laat je maar horen. Laat hem maar met de nodige granden binnenhalen. De winnaar wil ik van deze wedstrijd. In het laatste nieuws voor het laatste nieuws als LS.be, 24 euro, 24, 7 dagen op 7. U kan dat deze avond nog zien op LS.be. Thank you.